grote droa zeer bekend van de graswaan uit het verleden. En dan hebben we op de het nummer 40 Chris van Homoet, de 50cc specialist uit Soest. Daar die zitten volgens mij als een kinderwagen aan de krijgen. Prachtige motoren bouwt op deze man de nummer 40 Chris van Homoet. Inmiddels ook weer zo'n jaren 57. En dan hebben we nummer 11 Klaas Poort. Klaas Poort uit het Groningse Middelstum. Ook een medewerker van de 50cc Classic Club die hier aan het rijden is. En deze Klaas Poort die maakte in het verleden, in de jaren 60, zelf de frames met de bekende Mans Engel. Het waren de al het zijnde zogenaamde Empo frames. Engel Poort, daar rijdt hij ook al mee. De nummer 11 Klaas Poort. Dan hebben we de nummer 10 Hendrik de Groot. Ja, het is Chris van Hoogmoed uit Soest die gelijk de leiding neemt. Volgens mij heeft deze man zo'n 3 of 4 motoren op dit moment in het renskwartier staan. Ook al keurig de bocht uitgevolgd door Klaas Poort. En zoals zei Klaas Poort, die nummer 11 is al 65 jaar is deze man. Hij kan het ook niet laten. De nummer 11 Klaas Poort. Hij is inmiddels te starten. We hebben op de 96 op de derde plaats Herman Grote Broma. De nummer 10 Hendrik de Groot. En de nummer 13 Lieuwe Vink op de VHS Krijtler. 82 Zitseveen, de jager Krijtler. Ongetwijfeld, hier is Chris van Homoet op de Homoet. Ook in deze klasse veel Krijtlers, al bijna allemaal Krijtlers, geloof ik. Ja. Het zijn allemaal de bekende Krijtlerblokken die onder deze frames gemonteerd zijn. Van de Krijtler was en is nog steeds dat de blokken eigenlijk een liggende cilinder hebben. Dit in tegenstelling tot veel andere motormerken waar het blokkant, de cilinder, rechtop staat. Dus het blok van de Krijtler is dan ook onder het frame gemonteerd in plaats van in het frame. Al die jaren is het model van het blok weinig veranderd. Zoals ik net al zei, we begonnen vroeger met 6,5 pk ongeveer. En er zijn nu motoren die hebben zo'n 12 pk. Moeten we wel de toeren draaien tussen de 10 en de 12.000 per minuut. Dus je kunt nagaan dat er heel wat gebeurt met deze blokken. Je moet ermee kunnen.